Personalized medicine is een radicaal andere manier om kanker te behandelen. Het is niet langer gebaseerd op het orgaan waar de kanker uit voortkomt. Zo zijn we historisch begonnen. Maar wat we ons de afgelopen 10, 15 jaar zijn gaan realiseren is dat er geen twee tumoren die in de borst voorkomen gelijk zijn, of in de darm of de prostaat. Dus als je een beter behandelingsresultaat wil bereiken, moet je niet langer ze allemaal op één hoop vegen, maar op moleculair niveau uit elkaar halen in die verschillende subgroepen, omdat ze verschillend zich gedragen en dus ook verschillend reageren op therapie. Dat is de belangrijkste doorbraak geweest, denk ik, in de afgelopen 15 jaar van kankeronderzoek. We kennen het afweersysteem voornamelijk als iets wat ons beschermt tegen indringers, tegen virussen bijvoorbeeld. We weten sinds een aantal jaren dat het afweersysteem ons ook kan helpen bij de bestrijding van kankercellen. Bij immuuntherapie proberen we die natuurlijke afweer tegen de kankercellen te versterken. Immuuntherapie is anders in twee belangrijke opzichten. Ten eerste vinden veel patiënten het een fijne gedachte dat een eigen afweersysteem is die helpt bij de bestrijding van de tumorcellen. En ten tweede zien we ook dat de patiënten die een klinische respons laten zien op immuuntherapie daar heel vaak zeer lang baat bij hebben. Jan Hoermakers heeft de KBO-prijs gekregen voor onderzoek naar DNA-schadereparatie. Hij stond aan de wieg van de moleculaire klonering van genen die betrokken zijn bij DNA-schadereparatie en heeft bijgedragen tot het begrijpen van hoe dat proces werkt. Het is erg belangrijk, niet alleen voor het ontstaan van kanker, maar ook voor het bestrijden van kanker en het begrijpen van de bijdrage die DNA-schade levert aan veroudering van mensen. En de reden dat kankeronderzoek zo motiverend is om aan te werken is dat het gewoon een geweldig lastig probleem is wat volgens mij op te lossen is. En als je daar gedurende 30 jaar je tanden in kan zetten. En je ziet ook dat we met z'n allen in het veld daar uiteindelijk nu beginnen daar grip op te krijgen. Dat is bijzonder bevredigend. Ik sta in de schijnwerpers, maar eigenlijk zijn het alle mensen die in het laboratorium aan dat onderzoek bijdragen. En ik mag de credits ontvangen, maar zij doen heel veel van het werk. Het is echt werk van die hele groep van 70 mensen die daar eigenlijk dag en nacht mee bezig zijn. De KBO-prijs geeft ons de mogelijkheid om dat onderzoek wat we in het laboratorium op het gebied van cellen deden, eigenlijk misschien nu uiteindelijk te vertalen naar een betere behandeling voor prostaatkanker. De nieuwe vormen van immuuntherapie die nu recentelijk ontwikkeld zijn en in ontwikkeling zijn, die hebben hele mooie resultaten laten zien bij patiënten met uitgezaaide huidkanker, melanoom. Daarnaast denk ik dat het heel waarschijnlijk is dat immuuntherapie in de komende jaren ook gebruikt zal worden voor een aantal andere vormen van kanker, zoals longkanker, blaaskanker en ook nierzakkanker. Je kunt gewoon zien hoeveel euro wordt er per hoofd van de bevolking in Europa opgehaald voor kankeronderzoek. En dan zie je dat Engeland en Nederland dat het beste doen in heel Europa. Dus wij doen het heel goed wereldwijd. En dat, denk ik, is toe te schrijven op het konto van KWF Kankerbestrijding, die zo echt in 65 jaar geleerd hebben hoe je dit soort dingen moet doen. En dat is, denk ik, een pluim op de hoek van KWF Kankerbestrijding.